Fantastisch hier bij die duintriathlon hier in Almere, gisteren en vandaag. Ja, twee dagen mooie sport in Almere. In de wijk Duin werd de duintriathlon gehouden. Ja, het is natuurlijk erg onzeker geweest. Aan het begin van het jaar dachten we, nou ja, deze zomer kunnen we weer. Maar ja, toen kwam begin juli dat het toch weer even de verkeerde kant op ging. Dus toen was het erg onzeker. Vooral ook omdat nou ja, eigenlijk niemand weet wat er nou precies wel mag en niet mag. Omdat we als sportwedstrijd een beetje tussen de voetbalwedstrijden en de evenementen invallen. Uiteindelijk zijn we tot een hele goede oplossing gekomen en zijn we blij dat we het mogen organiseren. Het evenement mocht dus doorgaan, maar toch moesten de deelnemers rekening houden met een paar dingen. Wat is er anders deze editie? Het gaat voornamelijk over testen voor toegang. Mensen moeten allemaal zich aanmelden. Evenementterrein is afgesloten, beperkt publiek toegankelijk. Dus dat is wel jammer, maar we zijn blij dat iedereen kan sporten. Water! Nee, alsjeblieft. Dankjewel. De Duintriathlon is ook een mooie voorbereiding op de grote triathlon van Almere, de Challenge. En dat evenement wordt over de maand gehouden. Ja, het is natuurlijk iets anders dan de triathlon in september, de Challenge, waar nog veel meer deelnemers meedoen, ook uit het buitenland. Hier is toch vooral een nationale wedstrijd waar we eredivisie hebben. En ik denk dat dat ook iets is wat we willen vasthouden op deze manier. Ja, dus toekomst ook voor de duintriathlon voor de komende jaren? Ja, ik denk dat we de komende jaren rond die 1200, 1300 deelnemers zullen blijven in een heel weekend. En dat is een heel mooi aantal, een van de grootste triathlons van Nederland daarmee.